Welkom bij Mario Show. Vandaag gaan wij Minecraft singleplayer doen. Yeah. Dus, even kijken snel. Oké, al die dingen staan goed, want vorig jaar deed hij heel hard. Dus, ja. Het is avond, zie ik. Ik had daar geen zin in om weer dood te gaan. En wat ik van plan ben is... ja, even chillen. Nou, wat ik van plan ben is, we gaan de grond fixen. Naar... Ik zat eraan te denken om deze steen te gebruiken, voor de granite. Dus... ja, gemaakte diorite blokjes. Deze dus. En dan, als we het hebben gedaan, dan zou de grond er... Kijk, de grond ziet al een stuk beter uit. En soms kan een muis een beetje raar doen. Maar dat is een bug van de muis. Hopelijk is het precies genoeg voor de hele keuken. Ik bedoel, zeg ik keuken, ik bedoel... hoe heet het dan? En ik zie ook nog pas dat we hier extra polyskranheid hebben. Dus, dat is altijd handig. En nadat we deze keuken gedeeld hebben gedaan, gaan we ook nog... een beetje hout hakken voor dat ene. Hoe heet het dat dan? Oh ja, ik weet alweer hoe je het deed. Dacht ik. Ik was het vergeten. Ik wist het heel eventjes. De enchanting kamer. De enchanting kamer. Oh, lag spikes. Hoe kon dat? Geen idee. Ik denk dat mijn kamer een beetje ietsjes te warm is voor mijn pc. Dus ja. Kan gebeuren. Ja, hier nog. Dan gaan we even... Ik weet niet hoe dat kan. Sorry. Lekker, maar... We gaan even kijken of we meer granijt... politieke granijt kunnen halen. Oh, wacht. Ik zag nog meer. Ik zag meer granijt. Oké. Okay. Dat is niet erg. Wat zijn we bouwen nodig? Waar? Oh jee. Dit had we nodig. En dan... ik weet niet hoeveel ik nog nodig had. Wow, bij Bedrock zit er ook nog. Wow. Geen idee hoe dat kan dat een computer op een of andere lag spikes krijgt. Maar ik denk dat er een bug is ergens met een computer. Sorry voor het. Maar... yeah. Of je hebt kans dat straks als ik Minecraft afsluit, dat Java zegt, ja, Java doet sinds kort een beetje raar. Ik weet niet of dat hoort bij, of dat komt door Minecraft. Maar, het is vast wel een bug. Dus we hebben daar nog. En hier ook nog. Dus dat is handig. Oh, hier ook nog. Dan moeten we even wat steen... Oh, ik heb steen. Dus kunnen we meer hakken. En de spoor doen we even dan herplaatsen. En hier hebben we ook nog granite. Die, ik bedoel diorite. 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 Wat is de naam eigenlijk? Diorite.
En we gaan dan ons dan versterken tegen de Enderdrakken, want in 1.9 zou de Enderdrakken heel sterk worden. En niet zo'n beetje ook. Dus dan willen we wel tegen bestemd zijn. Ik denk dat we hier random dingetje doen. Hebben we ook nog een chest iets van hout? Oké, eerst kijken we hier. Geen creeper, nek. We hebben hier een chest. Dit is de random chest. Oh, de random chest, ja. En ik denk dat we de random chest. Ja, weet je wat? De random chest is hier. En daar doen we gewoon dingetje in wat we op dat moment nog niet nodig hebben. Wel steen hebben we nodig. Oh, dus die, deze hebben we ook niet meer nodig. Flint steel. Ook niet. Oh, ik had al stokjes. Lol. Crafting table. En dan pakken we gewoon wat. Zo, genoeg. Om te minen. En ja. Ladder. Dat, die zoeken we ooit wel uit, deze chest. Op terug naar de diorite. Wee! Dankjewel. Nee. Dus, we hier. Onze steenhakgedeelte. Wij zijn miners. Oké. En daar was niks. Even kijken. Dat is raar. En dan gaan we zo sterker worden. Oeh, we hebben ook iron gevonden. Dat is wel heel erg nice. Want dat is heel erg belangrijk, want anders kunnen onze keuken, ik bedoel, die ene kamer is niet goed verbeteren. De crafting kamer. De chestkamer bedoel ik, de chestkamer. Oeh, wat? Diamonds? Oh, wauw. Dat zag ik niet aankomen. Hoeveel diamonds hebben wij? Sst! Niet zo eng geluidje maken jullie. Oh, oh, nog meer diamonds. Nog meer diamonds! Nog meer diamonds! Oh wacht, dat die diamonds zag ik al. Oh, dus dit was alle diamonds zover ik zag. Oh, nog meer. Nice. Nog meer. Dat is wel een heel mooie opbrengst. Oh, wow. Diamonds, diamonds, diamonds. En oh, die ooit niet kapot gaan. Maar het beste denk ik toch deze hier plaats. Voordat een creeper boom zegt en dan ben ik weer alles kwijt. En we hebben een eigen Mario Hassle Faction server binnenkort. Oh, ik weet het hartstikke klaar. We zijn heel druk bezig. Hij is helaas
Door een kleine bug is hij gereset. Maar ja, hij is terug. En we zijn bezig met een soort code voor Lucky Blocks. En dan heb je Lucky Blocks in onze server. Maar die moeten nog even checken hoe dat moet. Dus dat wordt helemaal toppie boppie. Oké. De diamonds gaan we zo hakken. Dit kan later, denk ik. Ik wil hier heel erg dicht bij een laten. Dus ja. En vleermuis. Ik denk dat we hier in de buurt een cave hebben. Dus. En verwacht ik ook wel. Want we zitten heel diep bij Bedrock. Oh ja, daar was toen een mob spawn, dacht ik. Ik weet het even niet meer zeker. Ja, daar was toen een mob spawn. Oké. We hebben nu een paar kleine dingetjes. Zo. We kunnen dit even craften. Hopelijk craft ik alles wel goed genoeg. Zo. En dan. Ik denk dat ik ietsjes te veel heb gepakt. En voor maar één blokje te veel heb geplaatst. Waarom moet ik deze dingen precies oppakken? Iedere keer weer. Zo. Deze wordt terug op het spoor. Goed zo. En dan craften we eventjes de wiet naar het eten. Waar is de eetchest? Oh ja, we hebben de eetchest boven. Waarom dat hij weet ik niet. Zo. Die kan hij aantrekken dan. Gewoon lekker makkelijk. De diorite die we hier hebben. Kunnen we terug doen, denk ik. Ja, eigenlijk niet. Want zoals je al zag, we hebben nog een heleboel gaten open liggen. Ja. Wedden als hier straks een creeper spawn dat dit helemaal verpest is, want er liggen dan heel veel spullen straks. En dat hoeven we niet. En dat is best creepy. Maar ik wou dan hier nog later lampjes ophangen. Misschien zo glowstone lampen rij. Of zoals balkjes. Nou, we hebben hier ook. Oh, nog meer. Dus we moeten hout hakken. Denk ik. Ja, we gaan even snel nog hout hakken. Heb ik geen. Niet iets om kapot te hakken? Ja. Ik heb iets om kapot te hakken. Chop, chop, chop. En dan. Oh jawel. En dit moet ik ook nog snel even hakken. Hoe kan ik tegen dat vergeten? Hoe kan ik dit gedeelte vergeten? Oké, dat zie je niet. Wow, bijna. Precies de. Precies goed. Alleen dat blokje is verdwenen. Oké. De stone. Gaan we naar boven, steen hakken. Het is avond, we moeten ook enderpearls hebben. Oh ja, ik zag ook dat we nou iets moeten fixen.
Misschien lekt mijn computer door te veel dieren hier zo in dat gebied. Het zou best kunnen. I don't know. Ik dacht dat ik een creeper zag. Maar dat was blijkbaar gelukkig niet zo. Oh, zombie. Hoi, zombie. Maar we gaan nog een gebied maken waar we veilig kunnen rondlopen. Zonder dat we doodgaan. Oké, we hebben alweer wat hout. Een heel klein beetje wat dirt. Zo. Want deze dirt hebben we nodig. Oh, wacht, hebben we al gefixt dus. Zo. Maar alsnog hebben we dirt nodig. Hebben we hier nog iets om te... Nope, dat doen we later. Zo. Die villagers zijn verdwenen. Ik denk dat we de volgende aflevering het belangrijkste even de villagers gaan redden. Waar we ook veilig kunnen leven. Want anders blijven we maar met z'n vechten. Gaat het goed, meneer? Ja? Mooi, oké. Ik kom wel voor een keer met je ruilen. Daarvoor heb ik ook schapenfarm. Mooie koetjes. We hebben een paar hout. Is vast niet genoeg, nee. Maar ik denk dat we dan gaan afsluiten en dan door verder de enchanting tafel fixen. De kamer, ga ik dan fixen. Met dit dan. Zo. En ja, ik hoop dat dit tot jullie leuk vonden. Zo, ja, geef het een groen duimpje. En dan gaan we in de volgende aflevering even extra hout hakken. En wellicht maken. En we hebben een chestkamer verbeterd. Maar we, ja, zoals je ziet. Dus mensen, bedankt voor het kijken, like, deel deze video van Minecraft houden, crafting en chestkamers. En ik check jullie later.